Dames en heren, welkom bij de historische context Duitsland in Europa voor de HAVO, paragraaf 2.1 Interbellum en Tweede Wereldoorlog. Vandaag hebben we één leerdoel, dat is namelijk hoe en waardoor de nazi's aan de macht kwamen. Daar zullen we eens even diep op ingaan hoe het komt dat de nazi's in toch wel vrij korte tijd de macht grijpen in Duitsland. Daarbij horen de volgende kenmerkende aspecten. We kijken weer naar drie kenmerkende aspecten uit tijdvak 9. De rol van moderne propaganda is heel belangrijk voor de nazi's. Daar gaan we eens even naar kijken. Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën, in dit geval het fascisme en het nationaal socialisme. En we gaan kijken naar de crisis van het wereldkapitalisme. En daar beginnen we eigenlijk mee, die economische crisis. Ik heb vorige les verteld over de gouden jaren van Weimar en we zien dat eigenlijk in oktober 1929 komt daar een zeer, zeer abrupt einde aan. Zwarte donderdag, we zien hier een voorpagina van de London Herald Wall Street Crash, want we hebben het over de aandelenkrach op de Amerikaanse aandelenbeurs. Het leidt tot een economische crisis in de Verenigde Staten en uiteindelijk tot een wereldcrisis. Maar we zien eigenlijk dat vooral Duitsland het enorm zwaar wordt getroffen. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom Duitsland nou specifiek? Nou, als eerste, Amerikanen leveren onder het Dolls-plan ongelooflijk veel leningen aan Duitsland. En als je geen geld meer hebt, wat er dus in de Verenigde Staten gebeurt, dan ga je ook geen leningen meer geven. Dus Duitsland krijgt van de een op de andere dag geen leningen meer van Amerika. Vervolgens zegt Amerika van joh, wij hebben geldnood, wij willen onze kortlopende leningen terug. Dus Duitsland krijgt niet alleen leningen meer, maar moet ook kortlopende leningen zeer snel terugbetalen. Dus dat is twee keer pech. En ze hebben nog voor een derde keer pech, want de Verenigde Staten en andere landen die namen producten af bij Duitsland. De Duitse industrie draait, maar moet natuurlijk wel die producten kunnen verkopen. En de Verenigde Staten was een groot afnemer van Duitse producten. En nogmaals, de Verenigde Staten heeft geen geld meer, dus die gaat ook geen producten meer kopen van Duitsland. En andere landen ook niet. Dus Duitsland zit ook nog met producten die ze niet kwijt kunnen. En we zien eigenlijk dat ze dat twee jaar weten uit te houden tot 1932. En dan zie je dat er massale werkloosheid, enorme politieke chaos ontstaat in Duitsland. En de democratie lukt het gewoon niet om het hoofd te bieden tegen die economische crisis. En ze worden gewoon de zondebok van die crisis in Duitsland. En dat moment grijpt een extreem rechtse in dit geval, maar ook de extreem linkse partijen aan, om een nieuwe belofte te doen. Een belofte van, van betere tijden. Adolf Hitler, in dit geval zien hier een foto van Adolf Hitler hier rechts en links Benito Mussolini in Italië, beloven betere tijden, beloven antidemocratische leiderschap en hebben zoiets van, goh, als je op mij stemt, dan gaat het beter. Ik begin even bij het fascisme. Ik begin dus bij Benito Mussolini. We denken vaak aan fascisme, aan Adolf Hitler en aan Nazi-Duitsland. Maar fascisme is een Italiaanse uitvinding. En namelijk door Benito Mussolini gedaan. Het extreemrechtse gedachtegoed begint in Italië. Wat zijn nou die kenmerken van dat fascisme? Nou, het is antidemocratisch. Dus het is vooral ze zijn tegen verkiezingen, volksinbreng, dat doen ze eigenlijk niet aan. Dat wil zeggen, en dat steken ze ook niet onder stoelen of banken. Gewoon heel simpel, nee, wij zijn antidemocratisch. Verder doen ze aan persoonsverheerlijking van de leider. Er is één leider, in Italië is dat Benito Mussolini, in Duitsland is dat Adolf Hitler, die een sterke leider is en die je gewoon moet volgen. Verder zijn ze totalitair, dat wil zeggen dat de staat alles in een land bepaalt. Dus dat wil zeggen de economie, maar ook de politiek, sociaal en cultureel. En zelfs het denken van mensen proberen ze te beïnvloeden door middel van propaganda. Maar daarover later meer. Verder
verheerlijken ze geweld. Daar moet ik wel wat een kleine kanttekening bij plaatsen. Het is niet zo dat ze het fijn vinden als je mensen links en rechts in elkaar slaat. Maar vooral het militaire aspect vinden ze heel belangrijk. We zien hier ook dat deze twee heren beide een militaire uniform aan hebben. Ze zijn heel militaristisch. Alles wat het leger doet en wat de vloot en de luchtmacht doet, dat is iets geweldigs. Want dat straalt namelijk kracht uit en macht uit. En als laatste zijn ze extreem nationalistisch. Dat wil zeggen het eigen land en het eigen volk eerst. En ook het eigen volk is ook het beste en verdient het ook om te heersen. Alles wat in Nazi-Duitsland wat Duits was, dat was mooi en goed. En alles wat dat niet was, was per definitie slecht. Dus je krijgt heel erg het wij-zij-denken. In feite, dat zijn de kenmerken van het fascisme. En de kenmerken van het nationaal socialisme zijn precies hetzelfde als het fascisme. Alleen er is één element wat daaraan toegevoegd wordt. En dat is de rassenleer. Oftewel, ze zijn racistisch. Nazi-Duitsland, het nationaal socialisme, was racistisch. Dat wil zeggen, het Arische volk. Dus blond haar, blauwe ogen, blank, lang. Dat was het Duitse, Germaanse volk. En dat was het beste ras wat bestond op de aarde. En alle andere rassen waren tweede rangs. En we hadden ook zelfs derde rangs rassen, Slavische rassen en dergelijke. Die werden gezien als minder. En die verdienden het niet om te heersen. Goed, we stappen even terug Duitsland in. De Republiek van Weimar heeft problemen onder die economische crisis. Het vertrouwen in de Republiek is zeer laag, want ze krijgen die economische crisis er niet onder. En het paradoxale is dat bij de verkiezingen in de Republiek, bij die Democratische Republiek, winnen de antidemocraten die verkiezingen. Dus het communistische KPD, maar vooral de NSDAP onder Adolf Hitler, winnen de verkiezingen. Terwijl zij heel erg stellig zeggen, wij zijn antidemocratisch, maar ze winnen die alsnog. Hoe komt dat nou dat die NSDAP zo'n grote verkiezingswinst pakt? Nou, allereerst die economische crisis. Hitler zegt gewoon, ik ben een sterk leider, mijn NSDAP en ik zullen Duitsland naar betere tijden leiden. En die economische crisis ga ik het hoofd bieden. De democraten lukt dat niet, maar ik ga dat wel doen. En verder, dat onvrede over die verdrag van Versailles, over dat verdrag van Versailles, wordt heel erg gebruikt door Hitler. Die dolkstootlegende waar ik het over heb gehad. Hij blijft daar maar op hameren dat Duitsland de oorlog niet verloren heeft, maar dat ze in de rug gestoken zijn door de democratische regering die de vrede heeft getekend. Dat had onder zijn leiding nooit mogen gebeuren, nooit kunnen gebeuren. En hij zegt van, als ik aan de macht kom, dan zou ik dat verdrag van Versailles verscheuren. En dus ook die herstelbetalingen die Duitsland moet doen, die gaan we niet meer doen als ik aan de macht kom. En dat spreekt natuurlijk de bevolking enorm aan. En verder over de persoon Hitler. Hij is een sterke man, hij presenteert zich als een sterke man. Maar in feite is het geen genie. Hij is zeker niet dom, maar hij is niet de genie of het genie die hij zichzelf voordoet. Maar zet hem op een zeepkist, op een plein en laat hem spreken en hij krijgt de aandacht. Het is een ongelooflijk redenaarstalent, een woordenkunstenaar wordt hij ook wel genoemd. Als hij spreekt, dan luistert men urenlang in stilte naar hem. Het is een enorme, hij kan speechen als geen ander en heeft een enorm charisma als hij op een podium staat. En daar heeft hij heel veel hele intelligente mensen om hem heen staan die hem op elke manier mogelijk, dus via de radio en via de film, laten zien. Ze nemen zijn speeches op, ze nemen zijn politieke tours op en laten dat zien in bioscopen en zenden dat uit over de radio. En Hitler gebruikt ook als eerste politicus ter wereld het vliegtuig. Hij kan campagne voeren, vliegt van stad naar stad en weet veel meer steden aan te doen dan de andere politici die nog steeds met de auto of met de trein campagne voeren. En hij weet het vliegtuig zeer efficiënt in te zetten om in heel veel plekken, op heel veel plekken, speeches te houden en dus campagne te voeren. En verder ook het militair en paramilitair machtsvertoon is ook een belangrijke factor in die winst. We zien hier een foto van zo'n NSDAP-bijeenkomst. Grote massa's met militair machtsvertoon.
logo's, de swastika, het hakenkruis van de NSDAP, prominent in beeld. Iedereen heeft uniformen aan, matrozenuniformen, soldatenuniformen. Om maar te laten zien dat wij een eenheid zijn en dat wij samen, dat de Duitsers samen naar een nieuwe toekomst gaan onder leiding van de NSDAP. En dat trekt mensen aan. Denk maar aan een festival als je als een, het bekendste nummer van een band ineens opkomt. Iedereen juicht, danst op hetzelfde moment. Het is echt een groot gevoel van eenheid wat de NSDAP creëert. Nou, en dat resulteert in de volgende verkiezingsuitslagen. In 1928, dus voor die beurskracht, is de NSDAP nog echt een kleine partij hoor. 2,6% van de stemmen. Een splinterpartij wordt dat ook wel genoemd. Maar we zien een jaar na die beurskracht, na die economische crisis, hebben ze ineens patsboom 18,3% van de stemmen. Dus dat is ineens bijna een vijfde van alle stemmers stemt op de NSDAP. En 2 jaar later is dat zelfs bijna 40%. En dan is het van de binnen 4 jaar is de NSDAP echt geen splinterpartij meer, maar een grote volkspartij met een grote achterban en aanhang. Maar de conservatieven hebben ook behoorlijk wat stemmen. En daar ga ik nog even wat dieper op in. De conservatieven willen eigenlijk een meerderheid vormen. Je moet namelijk 50% of meer hebben van de stemmen om een regering te vormen. En de conservatieven hebben dat wel. Maar die komen er samen niet uit. Die kunnen geen coalitie vormen. Dus ze stappen toch naar president von Hindenburg. We zien hier een affiche met Hindenburg links en Adolf Hitler rechts afgebeeld. De conservatieven die stappen naar die president en zeggen van, zou je alsjeblieft op Hitler in willen praten? Want we hebben hem eigenlijk nodig om een coalitie te vormen. Ze wilden eerst hem buitenspel zetten, maar ze komen er onderling niet uit, dus ze moeten wel naar Hitler. En ze zeggen van, nou Hindenburg, als je Hitler nou gewoon zegt van, we maken hem wel Rijkskanselier, hè, dus minister-president eigenlijk, dan mogen wij zijn 37,3% van de stemmen gebruiken om een coalitie te vormen. Maar we zetten hem politiek wel buitenspel. Tenminste, dat dachten ze. Ze dachten Hitler wel even in te palmen met behulp van de president von Hindenburg. Maar ze maken, en zoals we weten uit de historie, enorme vergissingen. Ze onderschatten Hitler enorm. Ze minachten hem ook behoorlijk. Het was maar een korporaal in de Eerste Wereldoorlog. Zo wordt hij ook genoemd, hè? Het korporaaltje. Die eigenlijk politiek nog een groentje is. Hij is nog niet zo heel lang in de politiek actief, zeker niet in de landelijke politiek. Dus ze denken hem wel in te kunnen palmen. Maar dan gebeurt er iets wat niemand verwacht heeft. Er wordt een rechtse coalitieregering gevormd en Hitler die wordt dus Rijkskanselier en hij neemt maar genoegen met 3 ministerposten. Je moet bedenken, hij heeft bijna 40% van de stemmen. En dat is dus heel, heel weinig. Maar hij heeft 1 eis waar hij achter blijft staan. Hij zegt van, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Als ik dit accepteer, dan moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Want Hitler hoopt namelijk meer dan 50% van de stemmen te krijgen. En dan heeft hij dus een meerderheid en hoeft hij dus niet samen met een andere partij te regeren. En wat gebeurt er, en daar zijn historici nog steeds niet over uit, gebeurt dit nou toevallig of niet, dat weten we niet. Maar in maart 1933 wordt de Rijksdag, de Tweede Kamer van Duitsland, wordt in de brand gestoken door Marinus van der Lubbe, een Nederlandse communist. En Hitler en de NSDAP gebruiken dit voorval als propaganda, heel simpel. Hitler roept in alle staten, de democratie wordt aangevallen, de democratie staat letterlijk in brand. Kijk maar, de Tweede Kamer, de Rijksdag staat in brand en de communisten hebben dat gedaan. Nou, Hitler gebruikt artikel 48 van de grondwet om de grondrechten op te schorten. Dat betekent dat grondrechten voor een korte periode even niet bestaan. En Hitler roept dus de noodtoestand uit. Als Rijkskanselier kan hij dat doen als minister-president. En we zullen nu eens even zien wat voor gevolgen dat heeft. Die noodtoestand gebruikt Hitler heel erg slim. Hij
laat tal van sociaaldemocraten en communisten oppakken. De communisten die vallen de democratie aan en hij zal ze wel eens allemaal even gevangen zetten. De KPD, dus de Communistische Partij Duitsland, wordt zelfs verboden onder die noodtoestand. En hiermee schakelt hij dus een hele grote tegenstander in de politiek uit, namelijk de communisten. En verder gebruikte die noodtoestand om de sociaaldemocraten ook op te pakken en gevangen te zetten. En hij schrijft dus die verkiezingen uit die hij al geëist had. En nu denkt hij, nou met die propaganda en zonder die communisten lukt het me vast wel om 50% van de stemmen te halen. Maar helaas, en tot grote frustratie van Hitler, lukt dat hem niet. 43,9% van de stemmen krijgt hij. Dus geen meerderheid. Dat is heel erg jammer. En dan gooit Hitler voor Hitler dan. En dan gooit Hitler het over een andere boeg. Op 23 maart 1933 dient hij de machtigingswet in. En wat houdt dat in, die machtigingswet? Die machtigingswet, als die aangenomen wordt, dan krijgt Hitler 4 jaar de tijd om buiten die grondwet te regeren. Dus in feite is het een noodtoestand die voor 4 jaar gaat gelden. We zien hier een poster van Hitler die zegt van, gib mir 4 jaar de tijd, geef me 4 jaar de tijd en ik zal Duitsland weer groot maken en sterk maken. Maar die wet moet nog wel eventjes door, de Rijksdag moet nog wel eventjes door de Tweede Kamer van Duitsland heen. En die machtigingswet die komt er, wordt voor 2/3 aangenomen. Dat wil zeggen dus dat 66% van de Rijksdag stemt voor die machtigingswet, voor die noodtoestand die dus voor 4 jaar verlengd wordt. En waardoor Hitler dus ook met een minderheid 4 jaar lang kan regeren. Dus hij hoeft geen coalitie te vormen. Hoe komt het nou dat 66% van de democratisch verkozen leden van de Rijksdag hiervoor stemmen? Allereerst, er is gewoon een gebrek aan vertrouwen in de democratie. Hè? De Duitse democratie is het niet gelukt om die economie draaiende te houden. En ze hebben zoiets van, ja, we geven Hitler gewoon een kans. Dat is een van de redenen. Een andere reden, dat is ook wel belangrijk, is er is ongelooflijk veel intimidatie door de SA, de Sturmabteilung, het partijleger van de NSDAP. Je ziet ze hier in hun bruine uniformen. Ze worden ook de bruinhemden genoemd op straat. Zij oefenen de straatterreur uit, dat wil zeggen dat zij tegenstanders van de NSDAP intimideren, geweld aandoen, lastigvallen, noem maar op, kies maar uit. Om de NSDAP maar te laten gelden. En ook de SS, de Schutzstaffel, niet te verwarren met de Waffen-SS die in het leger vechten. De SS waren de elite troepen van Hitler. Eigenlijk zijn het zijn lijfwachten, zijn bodyguards. En ook zij oefenen intimidatie uit. En zij intimideren ook, de SA en de SS intimideren ook de sociaaldemocraten in de Rijksdag om voor die machtigingswet te stemmen. Dus ze worden ook eigenlijk gedwongen dat te doen. Nou, zoals ik al zei, de KPD, de Communistische Partij, was verboden. Dus die was niet meer onderdeel van die Rijksdag. Dus die konden überhaupt al niet tegenstemmen. En alleen de sociaaldemocraten, de SPD, stemmen tegen. Dat komt ze ook vrij duur te staan. Behoorlijk wat leden van de SPD worden na die stemming nog steeds behoorlijk lastiggevallen en geweld aangedaan. Omdat zij de NSDAP dwars hebben gezeten. En zo komen we dus aan op het leerdoel. Hoe en waardoor komen die naties aan de macht? Het antwoord. De NSDAP onder leiding van Adolf Hitler gebruikt die onvrede in Duitsland over de democratie, economie en het verdrag van Versailles om via de democratische weg, want dat is het paradoxale van het verhaal, de antidemocratische partijen en de antidemocratische partijen, de NSDAP, komt democratisch, maar wel met behulp van intimidatie, dus niet helemaal democratisch aan de macht, om uiteindelijk die democratie te ontmantelen van binnenuit. De Rijksdagbrand heeft geholpen om nogmaals 5 tot 6% extra stemmen te krijgen, op bijna 44% van de stemmen te krijgen. De noodtoestand wordt uitgeroepen en de machtigingswet geeft Hitler gewoon 4 jaar de tijd om buiten die grondwet te regeren. En dus 4 jaar lang alle macht te hebben en we zullen zien dat hij die macht niet meer uit handen gaat geven.